Wat ik gewoon enorm fantastisch vind, is dat je echt bezig bent met het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Een economie die groener wordt. Met klimaatneutrale en milieuvriendelijke productieprocessen. Die gebruik maakt van grondstoffen uit de levende natuur en draait op biomassa als uitgangsmateriaal voor energie en producten. Een economie met gesloten kringlopen. Dat is een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. De provincie Zuid-Holland bevordert deze biobased economy door ondernemers, kennisinstellingen en overheden met elkaar in contact te brengen en door projecten financieel te ondersteunen. Eén belangrijke reststroom, en dat is meteen de grootste reststroom in de tuinbouwsector, dat is al het plantenmateriaal wat aan het einde van een teelt, en dat is in het najaar, vrijkomt. Voor tomaten, komkommers, aubergine, courgette en paprika's is dat 220.000 ton. En een van de toepassingen die wij op dit moment aan het ontwikkelen zijn, is om van het stengelmateriaal, om daar vezels voor de papier- en kartonindustrie uit te halen. Dus behalve dat hij geld verdient met zijn tomaten, kan hij dan ook geld verdienen met zijn stengels.